Jan, even de actualiteit trouwens. Berghuis misschien naar Ajax toe, wat vind je ervan? Ja, gaat dit toch? Huh? Ja, als je jongen zich kan verbeteren, dan moet je niet zeggen van... maar blijf lekker zitten. Voor mij mag hij blijven zitten natuurlijk. Hij ziet het ook als een uitdaging, hè? Vive hem. Ja. Ja, maar het is toch een grote club waar je naartoe gaat natuurlijk. Laatste nieuws trouwens, Ajax wil... nee, Feyenoord wil 8 miljoen hebben nu voor Berghuis. Op een manier schijnt dat toch nog te kunnen. Hè? Nee, hij gaat toch naar een grote club nu. Ja. Nee. Ja, een klootzak, joh. Gaf hier, joh. Maar 8 miljoen wil Feyenoord er nu voor hebben. Hier toch maar? Ja, dat vind ik ook zo gek. Maar we krijgen net een berichtje binnen dat ze Ajax nu 8 miljoen hebben. Ja, maar Feyenoord zal er alles aan doen om wat meer geld uit te halen natuurlijk. Ja. Maar goed, als juristen een contract lezen, dan is het wel duidelijk. Maar zou het een mondelinge toezegging zijn of zou het een schriftelijke toezegging zijn? Ik denk dat een mondelinge toezegging niet geldig is. Nee. Nee, denk je niet? Denk je niet? Weet ik niet. En juristen zijn als er twee man bij zitten, niet. Ja, dan kun je daarop beroepen. Dan moeten die twee ook weer eerlijk zijn, hè? Ja. Ja. Hey, die Belgen, die dat spelen... Jola, toch? Die is wel eerlijk. Nee, daar zat hij bij. Ja, nu ja. Niet meer. Nee, maar ik weet niet. Kijk, hij is weggegaan bij Raiola. Dus ik weet niet of Raiola nou staat te springen om voor hem in de bres te springen nu. Geen idee. Nee, Guido Albers doet het nu. Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronica-insight.nl.